Goedemiddag, op deze woensdag, het is 6 oktober. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik kreeg vandaag iemand voor de ketel, maar die man is al geweest. Die was er al om 1 uur, dus dat was fijn. Dus dat is alweer klaar, duurde ook niet zo lang. Ik was wel een beetje verbaasd, want de ketel was vorig jaar nagekeken. Dus ik vroeg eigenlijk nog aan hem van, komen jullie nou wel om het jaar? Nou, hij dacht eigenlijk ook om de 2 jaar, maar ze waren dus toen nu toch, kwamen ze... Ja, ze waren er nu weer, maar dat geeft niet, weet je, het is nu weer klaar, alles werkt weer. Alles was verder ook goed, er was verder helemaal niks mee aan de hand, maar hij is weer nagekeken, dus verder prima. Ik heb daar nog even een krukje staan, die moet nog eventjes weg, want die had hij even nodig. En ik had hier in de kamer even de make-up gedaan, want dan kon ik even in de gaten houden als die man er ook aankwam. Dus toen kwam hij er mooi al aan, dus dat is mooi weer klaar. Altijd wel weer lekker, ik zie er altijd een beetje tegenop. Ja, het stelt vaak helemaal niks voor, maar het zijn altijd van die vreemdere dingen dat ik denk van, nou... Niet zo. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. De handhavers, dat was nu voor het laatst. Nou, dat is niet heel erg, want je hebt volgende week begint er een nieuw seizoen van Ewout Genemans die gaat meelopen met de politie. Dus dat vind ik ook altijd hartstikke mooi. Na 4 handen op 1 buik, ja, vond ik een beetje een bijzondere aflevering. Maar goed, op zich, het was wel mooi. Dus, nou ja, dat... Ik heb het wel hartstikke koud. Ik weet niet hoeveel graden het is. Ik ga eens even kijken hoor. Het is hier binnen 19 graden, heb ik gezien net. En het is nu buiten 15 graden. En het regent ook, dus het is wel lekker fris. Het zou van het weekend nog warm worden, maar ik zie daar niks van staan. Maar dat maakt niet uit. Nou, ik heb even de vlog verder afgemaakt en de foto's zijn bewerkt. Toen ben ik Rita gaan kijken. Dat was volgens mij alweer de laatste aflevering van seizoen 3. Ik ga nu naar seizoen 4 toe. Heel benieuwd hoe dat verder gaat, want seizoen 3 had een beetje een apart einde. Dus ik ben wel benieuwd. En daarna heb ik Connie en Clyde gekeken. Toen heb ik lekker in bed mijn boek gelezen, nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik gaan slapen. Niet zo heel lekker geslapen, maar er komt altijd. Dan weet ik dat er iemand komt en dan ben ik altijd een beetje zenuwachtig. Slaap ik nooit zo heel lekker, dus ik werd dan een keer heel vroeg wakker. Toen ben ik nog wel weer even door gaan slapen. Maar ach, het is allemaal weer klaar. Ja, ik ga zo meteen eventjes de video alvast opnemen, want het is nu nog heel erg vroeg. En ja, weet je, ik denk dan kan ik het net zo goed nu alvast doen. Dan kan ik daarna gewoon door aan de schoonmaak. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dan denk ik dat ik jullie daar eventjes bij ga zetten. En dan in plaats van de schoonmaken, dat jullie even erbij gaan zetten. Dus ik ga bullet journalen. Schoonmaken is altijd hetzelfde. Dus dan denk ik dat ik dat eventjes ga doen. Dan kan ik morgen gewoon, morgen verzin ik wel weer wat. En dan kan ik ook mooi even op tijd de groenten snijden voor de koelas en zo. Dus dat is allemaal wel weer goed. Dus ja, ik ga dat eerst eventjes doen. En dan kunnen die spullen ook gewoon weer terug in de kastjes, zeg maar. Want ik heb al die nieuwe spullen staan voor de nieuwe maand die dan weer daarin moeten. Ik heb hier wel een vreselijke bromvlieg in huis die er zo even aan moet. Want die is heel vervelend. Dus die ga ik zo wel even doodslaan. Dus dan ga ik dat eerst eventjes doen en dan ja, ga ik eventjes verder. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus tijd om er even aan te beginnen. Thank you.
Zo, al met al best wel een lekker middagje. Ik heb alles al klaar natuurlijk. Ik heb net even lekker gebullet, want ik was een voorkantje aan het maken voor de mus. Maar ik had gewoon een inspiratie opgedaan via Pinterest. En dat is eigenlijk ook best wel leuk. Dus dat heb ik eventjes gedaan. Ik heb nu nog even de droger draaien met kleden. Die is zo klaar. Kan het ook weer opgeruimd worden. En nu ben ik het ook wel zat. Het was toch wel eventjes... om toch eventjes de spanning dat er iemand komt voor je ketel. Wat uiteindelijk reuze meevalt. Nou ja, de video al opgenomen. Dus wat dat betreft eigenlijk best wel een creatief. Druk dagje moet ik zeggen. Maar het was wel lekker. Ik ga nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb net even het vlees voor de goulash uit de vriezer gehaald. Dan ga ik vanavond Goede Tijden kijken in Chantal's Beauty Camper. Dat is de laatste aflevering. Ik neem even Steenrijkstraat Arm op. Ook de laatste. Dan kijk ik die daarna nog eventjes. Ik ga eventjes de vlog inplannen. Een thumbnailtje maken. En mijn artikeltje schrijven. En verder heb ik vanavond Rita en Hudson en Rex. Die moet ik zo nog even opnemen. Want dat begint vanavond seizoen 3 om 9:30. Dus kan ik het mooi even opnemen. Nou, en verder eigenlijk niet veel. Lekker mijn boek lezen vanavond. En ik denk dat ik wel lekker kan slapen. Want ik denk dat ik dan wel moe ben. Maar goed. Even lekker bezig geweest. Ik ga nu even lekker relaxen. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 7 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel heel erg koud. Maar nou, dat komt straks wel goed. Wat is de planning voor vandaag? Ik wil eigenlijk even mijn portiekje bijvegen. Het ziet er echt niet uit en de insecten, dat is nu wel een beetje over. Dus ik kan dat eigenlijk nu wel even goed gaan vegen. Dus dat is eigenlijk even iets wat ik wil doen. Ik moet sowieso even de groenten en het vlees snijden voor de goulash. Want dan kan dat een beetje op tijd opstaan. En ik ga even bullet journalen. Dus dat is het. Verder niet een hele spannende planning of zo. Ik heb het kippenvel op mijn armen staan. Ik weet niet of die dat laat zien. Ik denk het niet, maar de hartjes staan recht omhoog. Gisteravond heb ik Chantal's Beauty Camper gekeken. Was wel weer een leuke uitzending. Daarna even Steenrijkstraat Arm. Dat vond ik heel heftig. Daar heb ik wel eventjes een paar tranen bij gelaten. Dat vond ik echt wel een hele heftige aflevering. Was ook de laatste van dit seizoen. Volgende week beginnen er weer allerlei andere nieuwe programma's. Maar ja, ik vond hem heel heftig in ieder geval. Deze was een alleenstaande moeder. Die was ongeneeslijk ziek. Vrij jonge dochter ook nog. Volgens mij was ze 12. Ja, ik vond het pittig. Ik heb eventjes mijn artikel geschreven. En ik heb eventjes de thumbnail gemaakt en de vlog ingepland. En die staat ook al online. Toen ging ik Rita kijken. Daar moest ik ook even heel erg aan wennen. Want er was ineens heel veel veranderd. Afgezien van de vorige seizoenen. Ik merk dan van seizoen 1 tot en met 3. Dan ben je zeg maar... al heel erg gewend aan de locatie, aan haar huis, aan de school. Alles is dan al zo vertrouwd. En in seizoen 4 veranderde zoveel dat ik eventjes dacht van... oh, hier moet ik even aan wennen. Dus ik hoop wel dat het gaat wennen. En we gaan het vanavond wel weer zien. Maar dit werd ook een beetje... je zag haar bijvoorbeeld toen ze nog heel jong was. En dan zag je weer beelden dat ze hoe ze nu was. Dat vond ik een beetje verwarrend. Daarna had ik Hudson en Rex. Dat was ook wel een hele leuke uitzending. Hier gingen ze zeg maar 3 jaar terug. Dan zag je echt hoe Hudson en Rex elkaar hebben ontmoet. En hoe ze dus bij elkaar zijn gekomen. Dat was op zich wel heel erg leuk om te zien. Maar ja, ook wel weer even zielig. Want dan zag je ook dat het eerste baasje van Rex is dus ook overleden. Ja, dat is toch gewoon altijd heel zielig. Want die honden die reageren zo heftig. Ja, dat vond ik allemaal wel een beetje zielig. Maar uiteindelijk ook nog wel een mooie uitzending. Ik ga het even stofzuigen. Ik heb net al eventjes de make-up opgeruimd. Ik had natuurlijk gisteren de video al opgenomen. Dus ik heb daar even de make-up van opgeruimd. Want het is een favoriete video van de maand september. En dan kan ik dus nu mooi weer de make-upjes van oktober erin doen. Dus dat is allemaal alweer fijn. Ja, ik ga even stofzuigen. Dan ga ik toch maar even kijken dat ik wat aan het portiekje ga doen. Want ik zal jullie straks even laten zien hoe dat eruit ziet. Het is echt verschrikkelijk. Dus ik ga dat eventjes doen. Oké, dit is de situatie hier. Hier valt nog wel mee. Er moet gewoon goed geveegd worden. Maar hier is het wel één grote bende. Dus ik ga het nu mooi eventjes vegen. Ik zal even de ramen een beetje doen. Is dit mooi weer een beetje netjes. Je kan er even een emmer met chloor erheen. En dan...
Ja, staat het allemaal wel weer goed. Dus dat ga ik nu maar eventjes doen. Zo, en zo ziet het er nu uit. Ik heb het kipje geplaatst. Het is allemaal lekker schoon. Het ruikt hier helemaal lekker naar de chloor. En alles is weg. Heerlijk. Heel blij mee dat dit alweer klaar is. Is dat alweer klaar voor de winter? Want wat veel troep heb je daarvan. Is aan het pruttelen. Dit kan lekker mooi zo doorgaren. Het staat heel laag en dan uiteindelijk moet er nog een beetje alles binnen erin. Maar dat is straks pas. Eerst moet dit even lekker pruttelen. Nou, uiteindelijk toch nog best wel veel kunnen doen. Ik heb het portiekje is lekker schoon. Even de ramen gedaan. Goed geveegd, even lekker een emmer chloor erheen gedaan. Ik had dan even het kippetje neergezet die ik toen van mijn moeder had gekregen. Die had ik nog geen plekje gegeven, dus die staat daar ook nu heel leuk bij. Ik heb nog een handwas gedaan. Ik heb eventjes gebundeld. Ik heb even de tekening ingekleurd die ik gisteren gemaakt had. En toen was het ook wel tijd om de koelers op te zetten, maar lekker alles gesneden. Alleen, ik heb zulke zere ogen van die rotui. Ik haat uien en nu weet ik het wel weer. Ik doe normaal, eigenlijk koop ik altijd zo'n zakje die voorgesneden is. Maar ja, die is natuurlijk veel duurder als dat je een los uitje koopt. Maar ik haat uien snijden. Ik merk gewoon echt dat ik nu een soort van hele zere ogen heb. Ik merk het al gelijk met snijden. Ik kan het ook gewoon niet zo goed een ui snijden. Ik ben er gewoon niet zo heel erg goed in. Maar goed, het is allemaal klaar. Het staat lekker op. Dus dat wordt vanavond lekker eten. Ik ga straks even de nagellak eraf halen. Want het ziet er echt nu niet meer uit. Dat gaat er strakjes mooi af. Nou, dan ga ik zo nog even lekker relaxen. Dan is het straks eten, douchen en dan lekker eten. En dan ook de bank op. Ik heb net eventjes een was opgevouwen, de handwas opgehangen. Dus wat dat betreft best wel veel gedaan. Vanavond heb je Chateau Meiland natuurlijk. Meester Frank Visser weer met die andere rechter. Dus ik ben heel benieuwd wat voor zaken dit keer is. Ik ga het wel weer lekker kijken. Dan moet ik nog even foto's bewerken. En dat is het eigenlijk ook wel. Verder niet heel veel werkzaamheden voor de vlog op YouTube. Ja, morgen even editen nog. En verder ga ik Rita kijken. En dan ga ik vanavond maar even adem in, adem uit kijken. Want die moet ik ook nog zien van deze week. Dus ik denk dat ik dat gewoon eventjes ga doen. Dus
Ik ga nu even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ga even mijn ogen een beetje laten chillen, want ik heb echt last van dat ui. Maar goed, ik ga dus nu dat eventjes doen en dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 8 oktober. Ik ben klaargemaakt en vandaag is de dag dat we het tv-beugeltje gaan proberen op te hangen. Ik hoop echt dat het lukt. Ik vind het spannend. Ik heb er aan de ene kant ook wel zin in, want ik vind dit soort klusjes altijd wel leuk om te doen. Dus ik ga zometeen eventjes hier een beetje de boel een beetje verbouwen, zodat ik dat kan doen. En dan ga ik jullie dus in meenemen. Nou, gisteravond lekker televisie gekeken. Ik ging Chateau Meiland kijken. Ja, en ik lag eigenlijk vanaf al de eerste momenten alweer in een deuk, want ze hadden een babyshower georganiseerd voor Maxine. Nou, hartstikke leuk. Dus Martien zou de ballonnen wel opblazen, want die was van de versiering. Maar hij pompte die ballonnen letterlijk zo hard op, dat die ballon dus echt zo knap zei. Dus die knapte echt letterlijk in zijn gezicht. Dus hij gillen natuurlijk. En ik moet zeggen, dat is bij mij ook altijd mijn grootste angst. Ik blaas nooit de ballonnen te hard op, want ik ben gewoon heel erg bang dat ze kapot knappen. En dan zou ik ook een Martien momentje hebben, want dan zou ik ook gaan gillen. Maar ja, bij hem gebeurde het dus wel. Maar gewoon, het was gewoon wel weer heel erg leuk. De nameester Frank Visser ging weer eens over een boom. Dat word ik wel eens een beetje zat. Het was ook weer met de vervanger. Dus ik ben wel benieuwd wanneer meester Visser er zelf weer is. Maar goed, het was allemaal wel weer leuk om te kijken. Ik heb de foto's bewerkt. Ja, verder eigenlijk niet heel veel gedaan. Het was nog best wel een beetje een werkje, want het lukte al. Ging niet even, allemaal niet zo soepel als dat ik het wilde. Maar goed, het is allemaal weer gelukt. Toen ging Rita kijken. Ja, dat blijft nog steeds een beetje apart hoor, het seizoen 4. Maar goed, weet je. Ik wil het toch wel graag uitzien. Maar wat ik gisteren ook al zei, het is heel anders dan de eerste 3 seizoenen. En daarna adem in, adem uit. En ik kan die serie nu wel steeds meer waarderen. Toch wel heel erg leuk. Maar ik had het er laatst nog over met mijn moeder. Dat ik zei, het valt me zo op dat heel veel acteurs zo vroeg al grijs zijn. Zoals Waldemar Tornestra, die zit daar ook in. Die heeft hier ook al, ja, aan zijn baard zie je dat hij wat grijs wordt. Denk van, nou, ze zijn allemaal nog best wel jong. Volgens mij zijn het 40ers. Denk van, nou, die zijn toch allemaal al best wel vroeg grijs. Dat zag ik bij Daan Schuurmans. Die was ook in één keer heel grijs geworden. Nou ja, Vincent Kersenovic heeft dat ook natuurlijk. Het is niet erg, maar het valt gewoon op dat het nu, dat het bij sommigen al zo vroeg begint. Sommige acteurs die hebben het nog totaal niet. Die zijn bijvoorbeeld wat ouder. Ja, dan weet je ook niet. Sommigen doen misschien wat aan hun haar. Dat weet je natuurlijk niet. Maar Fred van Leer, die werd ook al een beetje grijs, zei Nathalie. Dat was mij eerst nog niet opgevallen. Later zag ik het. Ik kon nu een beetje aan zijn baardje zien van de week. Ja, het valt gewoon op. Maar goed, verder dus een prima avondje gehad. Ik ga het nu eventjes de spullen pakken en dan gaan we eventjes aan de klus beginnen. Want ik vind het spannend, zoals ik net al zei. Maar we gaan het gewoon eens even proberen in de hoop dat het gaat lukken. Deze muurbeugel werkt met een app. Ik heb hier nu net alles geselecteerd wat ik moet hebben. Dus nou kan ik verder gaan. Het is de bedoeling dat ik dus dit gereedschap allemaal binnen handbereik heb. En ik moet nu eerst het frame op de tv gaan installeren. Dat ga ik even in de slaapkamer doen, want dan kan die even zacht op het bed liggen. Dus daar gaan we eerst maar eens even mee beginnen.
Nou, daar is hij dan. Hij hangt. Ik vind het echt wel heel erg mooi. De snoeren moet ik nog wegwerken. En deze moeten eigenlijk nog afgeknipt worden. Maar misschien kan ik ze ook wel zo een beetje hier achter schuilen. Maar ik denk dat ik ze even af moet knippen nog. Het is wel even wennen met televisie kijken. Omdat je nu iets meer naar boven kijkt vanaf de bank. Maar hij had ook niet lager moeten hangen. Want dat was ook geen gezicht geweest. Ik denk dat dit echt wel hele mooie lengte is. En dit is ook hoe hij de tv afmeette, zeg maar, met de app. Hij hangt verder helemaal recht. Het was alleen eventjes een dingetje om hem eraan te bevestigen. En dat heb ik dus niet op de vlog staan. Maar ja, toen ik hem eenmaal had, toen hing hij ook. En hij hangt stevig. Dus ik ben er wel heel blij mee. Dus weer een klusje geklaard. Ik heb eventjes wat in mijn bullet journal ingeplakt. Niet heel veel, want dat nam toch iets meer tijd in beslag dan ik dacht. Dus ik heb even wat geschreven. Spreets geplakt. En ik hoor nu iets. En dat vind ik niet zo fijn. Ik hoor een geluid. Maar het kan niet van de tv komen. Want die hangt gewoon goed. Maar ben ik gelijk een beetje bang. Oeh. Hij hangt gewoon echt stevig. Hij kan geen kant op. Ik heb zelfs niet door de muren geboord aan de achterkant. Dus hoe top is dat? Het was wel echt goed dat ik een nieuw boordje had gekocht. Ja, het was wel even klieren, zeg maar, met die ringsleutel. Maar het is allemaal goed gegaan. Dus ik ben weer een heel blij mens dat ik dit klusje ook weer voor mekaar heb. Dan wil ik eigenlijk eventjes bij IKEA kijken. Daar ga ik dinsdag heen of ze nog zo'n plaat hebben die ik dan voor de snoeren kan doen. Zodat die ook weggewerkt kunnen worden. Maar goed, dat moet ik nog eventjes kijken hoe en wat. Dus ja, ik ben heel gelukkig. Maar goed, dus niet heel veel meer kunnen bullet journalen. Want het was toch iets meer werk dan ik had gedacht. Maar goed, geef niet. Dit vond ik ook heel belangrijk en het hangt nu. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik moet alleen eventjes wennen dat je iets meer nu weer naar boven kijkt met televisie kijken. Want dat was ik natuurlijk niet meer gewend. Maar ja, ik ben blij. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks koken en douchen. Douchen en koken. Vanavond kijk ik Flikker Rotterdam lekker. Ik denk even Rotterdam mee door. Je hebt ook nog Nederland op televisie. Misschien even dat ik die op de laptop aanzet. Moet ik even kijken. En ik moet verder ook nog gewoon een video editen. Een blogpost schrijven. Dus ik ben wat dat betreft nog wel even druk. Maar goed. Ja. Dat is de planning. Dus verder niet heel interessant. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu even uitrusten. Want ik heb nog niet eens wat te drinken genomen. Want ik ben de hele tijd maar doorgegaan. Ik heb een beetje een droge mond. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan zie ik jullie bij deze gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 9 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo eventjes de make-up kwasten wassen als ik heb stofgezogen. Het is wel weer eventjes nodig. En dan zijn die mooi weer klaar. Ik ga het wel even met de hand doen. Want volgens mij zit ik weer een beetje met batterijen te kleren. Dus moet ik eerst maar weer eventjes halen. En dan heb ik weer, dan kan ik het weer met het apparaatje doen de volgende keer. Gisteravond Flikker Rotterdam gekeken. Was wel weer een leuke uitzending ook. Ook wel een beetje heftig. Want het was een aanslag op een advocaat en dat soort dingen. Dus dat vond ik best wel een beetje heftig overkomen. Maar het was op zich wel een hele mooie uitzending. Daarna heb ik eventjes Rotterdam mee door gekeken. Dat was een beetje apart. Was ook met een stel die heel erg in de BDSM-wereld zat. En ja, het waren twee vrouwen. En een ervan die was een transgender. Dus die was vroeger een man geweest en dan nu een vrouw. Maar ja, dat is een beetje een wereldje, denk ik, die je moet snappen. En ik snap daar niet zo heel veel van. Maar goed, was wel even leuk om te zien. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn artikel geschreven. Toen heb ik even Rita gekeken en daarna ben ik begonnen aan Salamander op Videoland. Dat is een Vlaamse serie. Ik weet nog niet zo heel goed wat ik ervan vind. De eerste aflevering vond ik een beetje vaagjes, maar nou ja, ik moet het gewoon even aankijken. Ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Dus ja, dat was het eigenlijk ook wel. Verder niet heel veel bijzonders. Ik las dat Nederland een nipte overwinning heeft gehaald. Dat het ook weer een moeilijke strijd was. Dus nou ja. Ik heb geen idee. En nu zit ik even met Mickey, want die zit een beetje te miauwen. Maar ik ga nu eventjes even stofzuigen en hun bakken scheppen. En dan ga ik de kwast even doen. En dan ga ik jullie bijzetten. En dan ga ik daarna nog eventjes bullet journalen. Dus dat is voor nu de planning. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen.
alles gedaan. Door het drinken zit mijn lipstick niet zo mooi meer. Ik had een beetje dorst, dus dat zit een beetje raar inmiddels. Maar nee, geef niet, je komt wel weer goed zo meteen met het eraf halen als ik ga douchen. Lekker de kwasten zijn weer schoon. Even lekker de bullet journal bijgewerkt, dus dat is allemaal wel fijn. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks eventjes nu douchen. Ga ik lekker eten. Vanavond kijk ik Oh Wat Een Jaar Is Wel Leuk. En ik denk dat ik even wat ga terugkijken. Ik weet nog niet precies wat. Ik ga sowieso de vlog even alvast in elkaar zetten. En verder Rita kijken. En ik ga verder met Salamander. Dus dat wordt verder allemaal wel leuk. Dus ja, even kijken of ik er nu meer van snap dan gisteren. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik was gisteren helemaal vergeten een was aan te zetten. Ik zei tegen jullie, ik ga een was afzetten. Ben ik helemaal vergeten, echt super dom. Dus nou, dat moet dan dinsdag maar weer even doen, want dit weekend was ik meestal niet. Maar goed, dat zijn de plannen. Dus ja, ik ga nu nog even lekker relaxen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 10 oktober. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb het ijs en ijskoud. Maar nou ja, dat zal niemand meer verbazen. Want ik ben al eenmaal een koukleum. Ik vraag me af hoeveel graden het buiten is. Want het zou een beetje zonnig zijn. Maar ik vind het nog wel meevallen. Oh, even kijken hoor. Wat is de temperatuur? Het is 15 graden buiten. Nou, valt dat nog mee. Maar het is 's nachts heel erg koud. Volgens mij werd het vannacht maar 2 graden. En aankomende nacht ook. Dus nou ja. Maakt niet uit. Ik heb gisteravond Oh Wat Een Jaar gekeken. Jaar 1991. Was wel leuk. Ja, ik weet er natuurlijk helemaal niks van. Toen werd ik geboren. Maar was op zich wel leuk om te zien. En is dat wel leuk om wat dingen te leren eruit. En ja, was ook wel leuk. Daarna heb ik even Witsa gekeken. Want dat heb je nu weer op België. Dat had ik opgenomen. Was ook wel weer eventjes leuk om te zien. Ja, ik heb het al echt wel een paar keer gezien hoor. Het is ja, dat wordt best wel vaak herhaald, maar het is op zich wel leuk. Ik heb de vlog voor zover al afgekregen. Ik heb nog wat foto's bewerkt, dus op zich, ja, lekker avondje gehad. Naar Rita gekeken en toen had ik Salamander. Nou ja, dat is nog steeds een beetje vaag, maar ik kan er ook nog niet zo heel veel over zeggen, denk ik, na 2 afleveringen. Ik wil het wel uitkijken, maar sommige dingen begrijp ik niet zo goed, maar goed. Het is gewoon een beetje een ingewikkelde serie. Weer een boek uitgelezen, dus dat was ook wel leuk. Dus, nou ja, verder prima. Vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga even stofzuigen, even de bak scheppen. Ik moet even kijken wat ik nog aan vlees in de vriezer heb voor morgen. Dat moet ik dan wel even eruit halen. Ja, en verder eventjes de broccoli snijden en gewoon de foto's maken. En misschien nog even het een en het ander opruimen. Ik moet eventjes kijken. Dus, het wordt eigenlijk wel een beetje een relaxe zondag, maar dat is eigenlijk altijd wel. Geen voetbal dit weekend, want Nederland die heeft afgelopen vrijdag gespeeld. Die moet morgen weer. Dus ik hoop volgend weekend wel weer lekker voetbal. Dat vind ik altijd wel, ja, vind ik altijd wel wat hebben. Maar goed, dit weekend eventjes niet. Ja, misschien alvast eventjes een wasje in de machine doen. Die ga ik dan nu niet aanzetten. Die ga ik dan morgen even draaien. Maar dan kan ik het in ieder geval niet vergeten. Want het voelde zo dom dat ik het vrijdag vergeten was. Maar goed. Ik had trouwens ook weer even de spullen teruggezet die daar stonden, zeg maar. Ik had daar altijd mijn... Die moet trouwens nog even om. Dat fotolijstje staan. En ook, zeg maar, dat datumdingetje. Dat kon er nu de laatste tijd kon het er niet staan. Omdat natuurlijk die televisie daar stond. En ja, nu die mooi hangt, kan ik hem ook mooi weer terug. Ja, ik ga het even doen en dan laat ik jullie wel even zien waar ik foto's van ga maken. Dus ja, ik ga maar even in de gang in de hoop dat ik het wat warmer krijg. Zo, fotospullen gepakt. Maar heeft niet heel veel zin om scherp te stellen. Ik heb nog 3 van de lipsticks van The Only One. Ik heb hier allereerst nummer 810. Een beetje een donker kleurtje zo te zien. Dan heb ik hier de 710. Weer een beetje roodachtig. En een nude kleurtje. En dat is de 720. Ik heb de One Step Skin Perfector van Cartrice erbij gepakt. En het Out in the Wild eyeshadow paletten van Essence. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Ik heb boven even de deur verplaatst van de kast die kapot is. Die deur die heb ik mooi even weggezet.
boodschappentassen opgeruimd. Ik zette alleen het tafeltje aan de kant die buiten had gestaan. Er kwam allemaal zwart water uit. Dus dat had ik niet helemaal goed ingecalculeerd. Ik had dat niet in de gaten. Dus mijn hele sok die was zijnat. Maar goed, dat heb ik nu mooi eventjes... ik heb even schone sokken aangedaan. Ik heb eventjes de mat in de was zitten nu. Dan kan ik straks mooi even die was verzamelen. Ik krijg een nu melding binnen. Oh, dat gaat over de... race met Max Verstappen en zo. Nou ja. Ik ga nu even foto's maken. Dan is dat ook weer mooi klaar. Zo, de vriendjes hebben net hun eten weer op. Die zijn mooi weer gevuld, die buikjes. Ik heb een hele rode plek hier. Ik weet echt niet hoe ik eraan kom. Het zal wel. De foto's zijn klaar. Ik heb ook al geïmporteerd. Dus dat is lekker. Ik heb nu het grootste gedeelte alweer opgeruimd. Behalve die lampen altijd. En ja, dat staat er nog. Dat kan later pas als ze afgekoeld zijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan straks lekker warm douchen. Want ik heb het wel wat warmer gekregen. Maar het is nog niet dat ik zeg van... Oh, het is een hele fijne temperatuur of zo. Eten. Ik heb vanmorgen maar eventjes hamburgers eruit gehaald. Ja, gewoon van die diepvries hamburgers. Ik dacht eigenlijk dat ik nog kipfilet had. Maar dat had ik dus blijkbaar niet. En ik had nog wel gehakt, maar dat had ik er al uit moeten halen. Gisteren, want dan had ik er vandaag ballen van kunnen draaien. En dat ben ik vergeten. Dus dat moet ik de volgende keer wel doen. Kijk ik vanavond de postcode loterij miljoenenjacht. Laatste aflevering alweer. Wel jammer, maar goed. Altijd wel even leuk om te kijken. En wie van de drie? Ik ga sowieso mijn nagels even doen, want die zien er niet uit. Ik moet foto's bewerken. Voor het artikel van morgen. Misschien nog voor een extra artikel. Moet ik even kijken hoe ver ik kom. En dan ga ik Rita kijken. En daarna Connie en Kleids. En dat wordt verder de avond. Niet heel spectaculair of zo. Gewoon lekker een beetje chill. Maar ik hou er wel van. Het is altijd wel fijn. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb ook eigenlijk niks meer te vertellen. Ik heb nu net het matje even opgehangen. En dan kan ik straks alvast even een was klaarzetten voor morgen. Dus ja, zodoende. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 11 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik ben licht verkouden. Ik heb een beetje last van mijn keel. Maar dat is voor mij niet heel erg bijzonder. Want het is oktober. En dit is de tijd van het jaar dat ik dit soort klachten krijg. Ik heb het gewoon eigenlijk altijd. Rond dit tijdstip van het jaar begin ik verkouden te worden. Het wordt kouder. Je hebt het ook al een beetje kunnen horen. Ik heb de afgelopen dagen ook continu koud. Nu ook weer. Het hoort er een beetje bij. Ik heb het gewoon dan heel snel koud en zo. En gewoon een beetje dik aankleden. En dan overleef je het wel. Maar ja, ik heb er gewoon wat meer last van. Gisteravond heb ik even met Nathalie gebeld. Was wel even gezellig. Wat is dat? Oh, AliExpress. Dat was wel eventjes leuk. Even weer wat dingen besproken. Dus dat is altijd wel eventjes gezellig. Gedoucht, lekker gegeten. Miljoenenjacht gekeken. Ja, het was een beetje een bijzondere uitzending. Het was de laatste uitzending van het seizoen. Degene die in de finale stond was een hele nuchtere man. Hij had ook zoiets, ik kom met niks. Dus hè, wat maakt het uit? Nou, dat is natuurlijk ook wel zo op zich een prima instelling. Hij stond op een gegeven moment op een best wel mooi bedrag. Toen ging hij toch nog door. Ja, toen is hij toch wel flink gekeld. Toen is hij uiteindelijk wel gestopt. Maar goed, het was nog een prachtig bedrag waar hij mee naar huis ging. Alleen normaal gaan ze dus altijd naar een thuiswinnaar. En die kon op een of andere manier, konden ze daar niet terecht. Winston stond in zijn eigen huis. Maar ook niet via een videobelverbinding. Dus wie nog een prijs gewonnen heeft... Je weet het niet, want ze konden dus niet bij een thuiswinnaar terecht. En ja, dat maakte het wel een beetje gekkig. Want je bent gewoon gewend dat ze er altijd even heen gaan. Altijd even kijken hoe iemand reageert. Dan moet ik ook zeggen dat ik het heel vaak een beetje lauw vind hoe mensen reageren. En dat kan natuurlijk echt wel zijn dat je gewoon niet weet hoe je moet reageren. Maar ik denk als ik naar mijn eigen kijk, ze zou bij mij voor de deur staan met een heel groot bedrag. Dan denk ik echt dat ik uit mijn plaats zou gaan tot en met. Maar goed, weet je, niet iedereen is zo. Dus nou ja, goed. Dat lukte dus niet. Dus dat was een beetje gekkig.
Daarna Wie van de Drie, dat was op zich ook wel weer leuk. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Dat was ook wel weer prima. En toen ben ik Rita gaan kijken. En daarna had ik weer Connie en Clyde. Dus dat was het verder nieuw boek begonnen. Dus op zich dikke prima. Maar ja, niet heel bijzonder. Ik heb wel mijn nagels gedaan. Ik zal even het lakje pakken, want die ben ik vergeten. Zo, die hebben we ook weer. En het is nog steeds uit die collectie die ik aan het testen ben. En dat is deze. En ik zal even de kleur noemen. Dit is de kleur 340 Berry Cute. Dus ik vond hem wel heel erg leuk. Dus ja, die zijn lekker weer klaar. Ik ga het nu eventjes een was aanzetten. Nu ga ik het echt doen. Dan ga ik de gang doen en de douche. En dat is de planning. Dus dat ga ik zometeen eventjes lekker doen. Dus dan is mooi alles weer klaar. Want het moet ook weer eventjes gebeuren. Dus ik ga het daar even aan beginnen. En ik ga jullie gewoon meenemen. Dus tijd om wat te gaan doen. Ik ben weer klaar. Ik had het op een gegeven moment zo warm gekregen. Vooral toen ik in de douche bezig was. Nou weer een beetje hoofdpijn. Dus, maar alles is weer lekker schoon. Magnetron eventjes opgetild. Eronder ook even een doekje doorheen gehaald. Dus het is allemaal weer, weer lekker schoon. Ik kan er weer even een weekje tegenaan. Katten wakker zijn weer schoon. En ik heb weer eventjes de mat neergelegd. En ook het matje van hun drinken. En onder de kattenbak. En ik heb ze weer schone eten- en drinkbakjes gegeven. Ze hebben net een zachte voer op. Hebben ze ook lekkere schone bakjes van gehad. Het is best wel druk geweest, maar geef niks. Het is nu weer eventjes lekker klaar. Dus dat is altijd wel weer een fijn gevoel, vind ik. De was die draait nog. Ik hoop dat die zo klaar is. Dan kan die mooi de droger in. Dan ga ik zo nog even lekker relaxen. Ik heb net eventjes, ik was rond 3:50 klaar. Heb ik even wat dingetjes ingesteld wat ik wilde opnemen vanavond. Nou, dan ga ik straks even douchen, eten. En dan vanavond goede tijden kopen zonder kijken. Ik moest gisteren zo lachen. Mijn moeder had het erover. Die zei kijken zonder kopen. Dus ik moest een beetje lachen. Ik zei het is kopen zonder kijken. Dus ja, kan je een beetje van in de war raken. Maar dat was wel grappig. Dus dat kijken. Chateau Meiland kijken. Deze week komt het één keer, want donderdag begint er zo'n danswedstrijd. Gaan mensen 50 uur dansen? Nou, ga ik niet kijken hoor. Want donderdag heb je ook televisie gehalen, dus dat ga ik lekker kijken. Maar goed, dat heb je. Ik moet vanavond even een artikel schrijven. Ik probeer nog een extra artikel schrijven. Jij hebt vanavond ook nog Nederland, maar ik denk niet dat ik daarnaar ga kijken. Zullen we het best wel goed gaan doen als ik zo de voorspellingen hoorde, maar... Lekker even mijn eigen programmaatjes. Verder heb ik Rita en Connie en Clyde. En dat is het ook wel. Dus niet heel veel bijzonders of zo. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu eventjes... Oh, haartje in mijn lipstick.
Ja, ik heb wel lipstick op, maar het is heel licht. Wachten tot de was klaar is, kan die droger in. Dan kan ik mooi even relaxen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 12 oktober. Ik ben klaargemaakt. Vandaag op de planning zijn de boodschappen en ik ga even naar IKEA. Dus dat is verder de planning. Dus niet heel spectaculair. Ik ben gewoon die middag de deur uit. Dus nou, ook wel leuk. Gisteravond liep de avond ook even iets anders. Ik zou gaan kijken naar kopen zonder kijken. Maar ik zag eigenlijk de dame in kwestie die meedeed. En ik denk, ja, je hebt een bekend gezicht. Dus ik ging het even opzoeken en het bleek inderdaad een herhaling te zijn van een seizoen eerder. Dus ik denk, nou, dat ga ik dan niet kijken. En ik heb het idee dat ze dat hebben gedaan in verband met voetbal. Dus ik denk, nou, dat ga ik niet kijken. Ik wist dat er nog een nieuwe uitzending wel was. Die wordt dan volgende week uitgezonden. En ik denk, nou, weet je wat, ik zet wel even een hodder dan mijn dodder aan, want daar loop ik ook mee achter. Dus dat heb ik toen maar eventjes gekeken. En daarna Chateau Meiland, dat was ook wel weer heel erg leuk. En nou, toen ben ik twee artikelen gaan schrijven. Eentje die is vandaag alweer online gekomen en eentje van gisteren. En nou, toen ben ik Rita gaan kijken en Connie en Clyde. En dat was verder ook de avond, dus verder ook dikke prima. Ik had een heel leuk kaartje van een van jullie gekregen. Ik ga verder niet laten zien wat erop staat. Vind ik altijd een beetje privé. Maar wel een heel leuk kaartje, dus dankjewel. Maar ik heb je al een berichtje gestuurd via Instagram. Ik zal even laten zien wat mijn outfit is van vandaag. Want ik heb weer een broek uit de kast gehaald. En die zit nou heel erg lekker strak. Omdat die dus gewassen is. Ik heb nog geen schoenen aan. Maar ik heb... Oh, ik zet nu het dingetje aan. Ik heb mijn nieuwe blouse aan van de Lidl. De blauwe. Ik had de groene. Die had ik aan mijn moeders verjaardag. En dus deze broeken die is ook gewoon van de Lidl. Ik vind het wel tof. Alleen is nog schoenen. Want ik loop dus nu op mijn... slippertjes. Ja, ik ben er wel weer blij mee. Muis is hier ook. Ik ga het even stofzuigen. Dan ga ik nog even wat drinken. Want mijn coach is hier 2 uur. Dan kan ik dat mooi nog eventjes doen. En dan zie ik jullie sowieso als ik weer terug ben. We'll be right back.
Zo, ik ben weer thuis. Ik heb nog even een stukje in IKEA gevlogd, hebben jullie kunnen zien, denk ik. Dat vond ik wel leuk, eventjes een keer wat anders tussendoor. Was soms wel een beetje moeilijk, want je bent het nog niet zo gewend. Maar goed, ik denk dat het wel leuk was. Ik heb nu extra veel boodschappen gehad, want ik moest tot donderdag nu, volgende week donderdag. Want ze komt nu toch volgende week donderdag. Dus ik heb extra wat boodschappen gedaan. De spullen van de IKEA, daar komt de shoplog van. Die komt aanstaande zaterdag online. Maar ik ga nu gewoon even de boodschappen erbij pakken. Dan is dat ook weer klaar. Dan kan ik dat ook opruimen. Ik heb een controller gehaald voor de Switch. Oh, lekker met die zon erbij. Dat is deze. Die had Nathalie gezien in het trekpleisterkrantje. En die zei, nou dat kan wel voor je Switch. Dus dat is een draadloze controller ook. Dus die ga ik proberen. Ik heb mijn fotoboekje opgehaald van de Kruidvat. Die ga ik wel even bekijken. Dus die had ik gratis nog gehad voor mijn verjaardag. Dus in het trekpleister heb ik nog een geurtje meegenomen. Die was nu 4 euro. Christina Aguilera Red Sin. Heel lekker. Ik kon hem ook ruiken. Dus dat was fijn. Ook nog deze poeder, want die was nu ook 5 euro. Dan vind ik het nog wel eens een keer leuk. Helaas geen testers. Bij Kruidvat heb ik eventjes de Oil & Care weer gehaald. Dat was tweede halve prijs. Dus deze. En ik kreeg een gratis toilettasje bij. Volgens mij was het alles wat ik had gehaald. Ja, de rest aan medicijnen en zo. Nou, dat. De boodschapjes. Ik heb 2 zakken plat gehaald, want ja, ik moest nu natuurlijk wat extra wat langer. 2 zakken met aardappelschijfjes. Het is trouwens gewoon, ik weet niet of die andere zak was. Bonen gehaald, die had ik bij de boni. Er waren nu 65 cent, dus die heb ik ingeslagen. Dan heb ik hier nog een zak. Oh, trouwens, die had ik ook meegenomen. Dat geeft niet. Chocomel meegenomen. Ik heb toiletpapier meegenomen. Geen idee, altijd dat die waren er niet. Frikandellen. Ik wou de shootjes hebben bij de Lidl vandaag op. Dus ik heb er weer een los shootje meegenomen. Andere tas. Kipfilet. Van maandag. Deze kinderreepjes waren nu 2 voor 3 euro. Die heb ik meegenomen. Die vind ik wel eens lekker. Ik heb een runderriplap gekocht. Want die waren nu 3 euro voor zo'n grote. Op de Lidl kaart. Aanstekers. Koffiecupjes. Haribo kerts. 2 pakken slaapdrinken. Dat was 2 voor 4 euro. Die. En nog 2 flessen cola. En dat waren alle boodschappen. Ik heb ook nog dingen in de vriezer. Dus ik kan eerst even dingen opmaken. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik straks even douchen. Eten. En dan vanavond heb je Ewout Genemans. Die meeloopt met de politie. Vind ik mooi. Als het goed is heb je ook nog 4 handen op 1 buik. Dat ga ik wel eventjes nog kijken. Ja, verder niet zo heel erg veel eigenlijk. Ik ga mijn vlog afmaken, foto's bewerken, Rita kijken en Connie en Clyde. En dat is het ook wel. Dus dat wordt de avond. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Misschien een keer met wat andere beelden, zoals bij de IKEA of zo. Dus nou, ik hoop dat het een beetje gevarieerd was. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Dan kun je ook even op het belletje drukken. Dan krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je de volgende keer weer te mogen zien. Doeg!